Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Poort Waarachtig, waarin we deze keer nader kennis maken met de Picatrillers. En zij zijn hier vanavond in jongerencentrum De Flits in De Heeg. Ja, we zien waar we steen van werken. Hey, Picatrillers in het koers, dat dan willen laten toe. Hou het vast, pak het vast. Alles in de kast. Ziet van de leuk en dan komt er weer op mee. Ja, we zien waar we steen van werken. Hey, Picatrillers zien een rapgeboemstreek. En we zien op dit moment nog met z'n vijven. Daar hebben we voor Roel, oftewel T-Rex. Neven Michiel voor Bef. Nog weer is de groete gast Bluts. En dan even een minder groete gast Eya. En deze is het kleinste van het gezelschap, Mark. We maken hip-hop met een knipoog naar Maastricht. Dus we rappen voornamelijk in Maastricht. Maar ook in het Engels en het Nederlands. Maar in de toekomst zal het waarschijnlijk alleen nog maar in Maastricht zien. Dat gewoon het beste aansluit. Ook boetemestreek, verspreiden ze ook veel boetemestreek dus in Holland. En alhoewel ze dat taal niet verstaan, pikken ze dat toch goed op. Onder titel van carnaval, afgelopen carnaval, hebben we samen een Zishu nummer genomen met de Zoekoel in Venlo. Ja, dat wordt te gek. Dus ook die grens tussen hip-hop en hoempapa, dat wordt moeiteloos overbrugd. Een hoop van deze helden, zeg maar, wie Johnny Blanco, die komen ook allemaal uit in ook. En dat hebben ze vroeger als kind hebben ze dat metgekregen, dus daar krijg je toch wel een slag van met op de eerste CD over daar. Niet op de eerste CD zelf, maar als intro over dikke stukjes van Johnny Blanco of Bepi Kraf. Daarin zitten met verwijzingen uiteraard naar Maastricht. En ik denk dat just dat we dat erbij hebben getrokken, dat de taal omhoog worden is aangeslagen. De naam Picatrillers. Hoe kent de naam op het proces vandaan? Ja, zo begon ik weten. Maar het is zoegekomen dat we gewoon in een keer gewoon flink aan elkaar een beetje eigenlijk een cello waren gewoon. Ja, toen zag ik op een gegeven moment, ja, die moesten hem onthouden, Picatrillers. Ja, toen is dat gewoon opgevangen geworden, voor best wel in gelakken. En toen hebben we besloten om die naam gewoon als groepsnaam te pakken. Dat heeft een echte officiële betekenis natuurlijk, hè. Picatrillers, wie Vera het schreven, voor een beetje naar het Amerikaans toegeduid. Maar als ze pakten een Picatriller in Maastricht, misschien toch het oes heb gehuurd, of ik heb het zelf verzonnen, dat kan natuurlijk ook. Of diegene wat hem gegeven heeft het zelf verzonnen. Maar als ze dus, ik weet niet wie de Amerikanen, hij hebben gevochten voor ons vrijheid, pick-up en een trailer. En hebben die Maastricht dan waarschijnlijk gedaan, weet ze wat, voor hebben geen aanhang wagen, maar voor hebben een Picatriller voor de deur stond. Dus. Vandaar dus tot ook op die cd een kaars staat, hè? Dus Picatriller, aanhangwagen, klinkt goed eigenlijk. En dan komt er weer op mee, joh, weer zien van mijn steek, man, werken, hey, Picatrillers in het hoes, dus dan doen we laat toe, hou je vast, pak je vast, alles uit de kast, zie je dan de lui. De Picatrillers, wie zien die precies ontstaan, hè? Ik denk september 1999, IJzu, in de Flits, jongerencentrum in De Heeg dus. Ja, Picatrillers, dat zien weer dus. We hadden zich even naar voren gaan doen met hip-hop. Zien hij dus BN gekomen. Hij wordt dus altijd al hip-hop café. Zie ze al in Drijthof staan. DJ altijd daar. En we hadden zich even naar, kom, we gaan eens beginnen. Ja. Met dezelfde formatie als we het gaan doen nog steeds? Ja, exact dezelfde. Hoe ziet Gerrig voor pakweg 25 jaar? Doet en begraven. Wie voor cd's heb je al op de markt gebracht? Rij. Drie hebben we op de markt gebracht, dus we zijn begonnen in 99, september 99. En we hebben nu vorig jaar, eind oktober hebben we de derde uitgebracht. Genoeg gelachen. Daarvoor was het de zuidkant van het leven. En daarvoor was het Southside Handwritten Chapters. Maar toen hadden we er nog Picatrillers nog niet, dat is eigenlijk pas gekomen toen deze cd hoe was. Ja. Ik zie daar SHC op staan, hoe staat dat voor? SHC staat voor Southside Hardcore en zeg maar de verzamelnaam voor is collectief. Want alles wat binnen ons collectief veld, van bands, van lui die daar mee werken, veld onder de noemer hardcore. En daar zit graffiti zit erbij, hardcore bands zitten erbij, rappers, rap acts, met als voornaamste rap act en de Picatrillers. Even over de SHC, kent ze daar lid van weer als ze interesse hebben in die stijl? Nou ja, tot nu toe is het zo geweest dat elke inwoner van Maastricht altijd hulp kunt vragen van SHC. SHC is eigenlijk bedoeld voor nou, een beetje het vraag en aanbod. Als leuk het te melden hebben of die kunnen ons helpen een weer te groeien. Of lui die wat weer willen groeien. Of gemerkjes met name
die wat ook gaat wellen met rappen, hip-hop, hardcore, wat dan ook. Wel weten wie ze beatje moest maken, of wie ze een tekst moest schrijven, of dan moet je gekeurweuren, of dan moet je het gedoen worden met het grafische aspect, of ze wel vragen van jongens, wat heb je die cd's laten maken? SAC is eigenlijk gewoon bedoeld voor heel erg informatief te zien. En voor wel die informatie natuurlijk ook krijgen. Daar is het SAC gebeuren eigenlijk voor bedoeld. En alle harten het scheren, dat kan me niks interesseren. Zijn we steeds in Nederland, moet ik ook eens saganeren. Zo gek wie je zegt, bedoelt of niet, al langer van gesliekt. Heb ik weer te veel beer in mijn gut. Pikken tillen, dus de kiet, goed erbij, wel vuren. Nou, een van de onderdelen van het SAC is het graffiti gebeuren. Wie uitzicht dat bij u? Nou, ik ben in 97 begonnen met graffiti, of tenminste in aanraking gekomen, samen met Bef. En later, wie verder afgezien begonnen met de picketrails, heb ik Marken getroffen. Die deed ik ook al met graffiti. En voorzien toen langzaamaan begonnen met opdrachten doen. Dus ik begon met opdrachten in een jongerencentrum. En langzaamaan zien ook opdrachten binnengekomen voor de gemeente. Wat heb je al metgemaakt aan muzikale hoogtepunten? Nou ja, dat is allemaal sinds de van Ellen en de muziekfabriek. Die hebben toen gezorgd dat Belke aan het rollen is gekomen. Ze hebben ook optreden gekregen bij de Zuko samen met Sisoen. Wat is hier nog geweest bij de Spugen Verhaals. Is hier voor nog geweest. Samen met ABN, Belgische hiphoppers. Er zijn van nog een Eilo geweest. Bij Alkmaar, ik dacht, toch? Ja. En Almere. Met al waren we dan met White Wolf. Ook best wel bekend in de underground hiphop scene. Ja, dus het begint steeds beter te gaan. We schrijven allemaal onze eigen teksten. Sommigen doen het met nog iemand samen, sommigen doen het alleen. Hoe gaan de meeste teksten heel? Of als het algemeen past? Ja, over wat er allemaal los is in de wereld. Of wat ik zelf persoonlijk allemaal tegenzet. En levensliedjes? Nee, echt. Wie zit een opdraaien uit van de Picketrillers? Ik bedoel, dat gaat samen met een disjockey of op de geluidsband? Meestal op de geluidsband. Maar soms hebben we gewoon een dishokje erbij, zo'n een kamerad van ons, DJ Handspan. En als we het grote optreden hebben, dan gaat er meestal wel met. Maar de basis is dus zichtbaar veer met z'n allen, een paar kratten beer en een paar microfoons. En dan doen alles door elkaar en over elkaar. Hè. Het moet vooral niet te geregeld zijn, een beetje chaos, dat is prima. Het moet natuurlijk niet zo zien dat iedereen knopzaden op het podium stellen en iedereen zijn tekstje neemt niet wet, maar als je de umveld of in het veld van het podium af en toe, dat is alleen maar beter. Die bakken beer die huren dus daarbij? Nou, meestal vragen dus de zaal boeven spullen van jongens, wat is de prijs? En dan zeggen we bijvoorbeeld €200. En als ze dan zeggen van nou ja, dat is dus te veel, want nogmaals, we spullen overal van café de kutkerel tot de platte zaal. En die platte zal natuurlijk een budget ervoor, maar ik vind de kutkerel niet dat niet. En dan zie je dus van jongens, het hebben niet, je krijgt wel wat te drinken van. Ik zeg van oké, doe maar een paar kratten weer. Dus. Nog optreden in het Verroetsie? Ja, tuurlijk. 3 mei hebben we voor HMVVD nog een optreden. 5 mei zitten we voor een Roermond bevrijdingsfestival. Wat hebben we nog? Engelen feestje op de Meiland, zijn we ook weer samen met Sisu. Hey, kom vandaan, kom mee, die je fijne baan. Hey, kom vandaan, kom mee, die je fijne baan. Hey, kom vandaan, kom mee, die je fijne baan.